Bij deze eerste kick-off voor het najaar van de Virtual Shifts met Horeca Forma Vlaanderen. En er gaan een hele hoop heel leuke volgen. Bijvoorbeeld gaan we alvast in het oog, er komt nog het Wild met Danny Dolander. Zeker vast om ervan te genieten en te smaken. En ook vernieuwde en innovatieve kazen met Anne Keimuilen voor de feestdagen bijvoorbeeld. Dus hou het zeker in het oog. Er zijn maandelijkse Virtual Shifts. Allerlei verschillende en interessante opleidingen van allerlei en volg ze zeker. Nu, eentje die binnenkort gaat volgen, een zeer interessante natuurlijk ook voor alle lesgevers of voor alle mensen die veel moeten communiceren. Er komt er eentje aan met Sarah Algoed, 1 oktober om 14 uur ook. En je kunt nog volop inschrijven via de Horeca Forma website of pagina's en dan kan je die ook volgen. Mocht je daar meer vragen of meer informatie voor willen hebben, log in op de website. En bij deze kun je dan ook nog inschrijven daarvoor. Dus beter leren of comfortabeler leren spreken met een mondmasker. Maar vandaag, live, virtual shift, geen mondmasker nodig, wel een hoop stoom nodig. En bij deze, welkom op deze Latte Art opleiding. Of tenminste toch een Latte Art teaser. Wat gaan we vandaag doen? Eén, ik ben Peter Hernot, ik ben zelf een koffieman en een chocolademan. Vandaar het logertje chocolade. En koffie is iets waar ik zo de laatste 15, 16 jaar mee bezig ben. En voornamelijk alles om koffiefeiten goed, lekker, verstaanbaar en duidelijk te krijgen. En bij koffie natuurlijk hoort koffie met melk en latte art. En latte art, dat is natuurlijk een afwerkingskunst. Een afwerkingskunst die we vandaag een beetje gaan toelichten. Je gaat zien wat we daarmee gaan doen. We gaan uitleggen hoe in feite dat je tot mooie latte art kan komen, maar door in feite alle stappen die dat er wel voor afgaan. Dus niet zozeer dan latte art op zijn eigen, want het is al wel moeilijk om de tas wat schuin te halen en een figuurtje te doen. Maar als lesgever onder andere bij Horeca Forma, zijn jullie zeker en vast welkom bij de opleidingen bij Horeca Forma, allemaal natuurlijk, maar voor koffie. Ik ga even kort toelichten. Ik ben dus zelf koffieprofessional, ik geef kennis over koffie en daar zijn bij Horeca Forma verschillende opleidingen rond. Er zijn er meerdere. Van koffieboon tot degustatie, daar ontdek je alles over de koffieboon. Er is een opleiding om slow coffee, zeer interessant slow coffee en cold brew coffee. Ook een nieuwe van het seizoen, dus volgen zeker. En er is dan de opleiding die je bij mij kan volgen. En dat is Barista 1, Barista 2. En die zijn allemaal ter voorbereiding om nadien dan in de latte art de perfecte latte art te kunnen gaan leren brengen. Nu vandaag ga ik jullie in feite alles verklappen wat dat het nodig is om die latte art ook gemakkelijk, zonder te veel verspilling en met veel enthousiasme snel naar je cliënteel te kunnen brengen. En daar draait het toch ook wel om. Is, hoe doe je dat nu? Waarom lukt dat wel? Waarom lukt dat niet? Dus latte art start in feite met ja, evident goede stoom. Maar wat gaat er nog aan vooraf? En iets dat ook heel veel vergeten wordt is, latte art gaat vooraf ook door de koffie die in het kopje zit. En de koffie die we daarvoor gebruiken, je kan het met allerlei koffies doen, maar natuurlijk is dat espresso. En espresso zijn iets dat je kan maken, bijvoorbeeld, ik heb een machientje dat iedereen zou thuis kunnen hebben, in allerlei vormpjes en formaten. Je kan die groot en klein hebben en daar kan je perfect thuis espresso mee maken. Dan heb je natuurlijk goede stoom nodig en daar kan je niet allemaal zo heel gemakkelijk mee hebben, tenzij dat je een professioneel toestel hebt of weet dat er online ook van die toestelletjes te koop zijn die trekken op een boilertje met een stoompijpje met een kraanknop voor de druk aan te geven en daar kan je dus thuis met die twee perfect zowel de espresso als de latte art gaan klaarmaken door het feit dat je dan met die stoom perfect goed werk kan geven. Maar waarom kom ik op die espresso? Omdat, en dat is iets wat heel veel mensen toch niet helemaal goed doorhebben. Eén, uw klanten gaan de zaak komen, of als je het zelf wilt hebben en je wilt een lekkere cappuccino met die mooie tekening, dan moet die vooral lekker zijn. Want die mooie tekening, fantastisch, maar een mooie tekening zonder lekker, naar mijn mening dan toch, gaat je niet echt heel vaak voor terugkomen. Dus op het moment dat die lekker is en nog eens mooi is, en dan natuurlijk vriendelijk wordt gevraagd, we zijn tenslotte in de horeca, in de hospitality business, dus altijd vriendelijk brengen, dan ga je er dubbel van genieten. Dus we denken daar aan textuur en smaak van de koffie. We denken aan een textuur en smaak van melkschuim, niet te weinig, niet te veel. Een klein beetje het succes ook van latte art, dus dat je die textuur mooi onder controle kan nemen. En vooral heel fijne, hele aangename kleine microbelletjes. En die kleine microbelletjes die maken het eens zo smeug, eens zo lekker en ook eens zo gemakkelijk om je latte art mooi mee te kunnen maken. Daarnaast die espresso,
sowieso belangrijk is voor smaak, is die ook super belangrijk om te kunnen gaan de juiste crema van de espresso gaan gebruiken om die tekening die dat erin komt, of dat dan een tulpje, een hartje, een zwaantje of een 3D of een etching tekening is, die crema van de koffie speelt daar ook een rol in. En het is heel simpel. Hoe beter uw koffie, hoe lekkerder, en hoe beter uw koffie, hoe beter de crema. Dus, even een beginnende weg. Hoe beter dus die crema, hoe beter dat je daar gaat ook gemakkelijk kunnen een mooie tekening brengen. Dus het nut van espresso is wel degelijk belangrijk. Maar, voor vandaag, gedaan over de espresso. Als je daar meer van wil weten, kom naar Barista 1. In Barista 1 gaan we helemaal de theorie ontfrutselen tussen waar komt nu die koffie vandaan en hoe komt die goed in de tas. En daar focussen we zeer hard ook op die espresso en de molen en de machines en alles. Dan bij Barista 2 gaan jullie veel meer nog zelf aan de slag gaan om dan uiteindelijk heel gemakkelijk die latte art toch wel te kunnen beheersen. Nu vandaag ga ik jullie alles wat je zou kunnen oefenen op voorhand, hè, nu zeker dat we wat meer tijd hebben soms of net niet, maar dat we tenminste geen verspilling willen hebben, ga ik laten zien hoe dat je met een minimaal behoefte aan melk zoveel kan oefenen als dat je wil. En die basis is heel belangrijk. Die basis is heel belangrijk, want als je daar zegt van ja, maar ik heb het door hoe dat het werkt, dat textuur krijgen, die mooie muiletjes, de textuur van het schuim meegaan ook uitschenken, dus dat je niet alleen de vloeistof schenkt, maar daarmee het schuim mooi meeschenkt, dan heb je echt wel de basis gelegd. Dus vandaag gaan we het daarover hebben voornamelijk. En laten zien, ook ga je laten zien hoe dat het werkt en wat dat er nodig is om het goed te laten werken. Goed. Als we dus spreken over mooi opgestoomd melkschuim, dan hebben we het over textuur en smaak. Smaak die krijgen we door je basisproduct. Ga je werken met magere melk, ga je werken met halfvolle melk, met volle melk, of natuurlijk met een non-zuivel product, even goed mogelijk. Als je ziet dat ik vandaag opstoom waar dat we mee gaan werken, ik ga het al verklappen, we gaan voornamelijk met water, met een heel klein beetje melk werken, dan kan je ook wel inbeelden dat een sojamelk, een amandelmelk, een havermelk, een speldmelk, sommige werken iets moeilijker, zoals rijstmelk bijvoorbeeld, maar de meeste werken super gemakkelijk, dan kan je die ook opstomen. Nu in latte art moeten we daarna rekening houden dat er toch verschillen zijn. Als de binding van het schuim met de binding van de vloeistof niet echt mooi samen blijven, dan heb je daar een kleine blokkade op je latte art en dat kan je dan perfect opvangen door een simpelere tekening. Bijvoorbeeld een beertje, en jawel, dat is een verhouding, een vrij simpele tekening. Of een hartje, natuurlijk ook iets minder gemakkelijk, minder moeilijk dan bijvoorbeeld een zwaantje, of een dubbele zwaantje, of een rosetta met zwaantje, enzovoort. Dus wat beschrijf ik hier nu? Ik beschrijf in feite drie types tekeningen. En één tekening is de free pour. En bij free pour, het woord zegt zelf, ga je gewoon vrij gieten. Je hebt je tas, je hebt je melk, je kap het samen, en als het goed lukt, dan heb je er een mooi figuurtje in staan. Dat is de free pour. Dat wil zeggen, als je daar heel veel skills hebt en je melkschuim heel goed onder controle hebt, dan ga je daar veel gemakkelijker meerdere tekeningen kunnen in één tas brengen. Niet dat dat altijd per se nodig is, een mooi hartje is even verleidelijk als een triple zwaan daarin. En mensen gaan even blij zijn als het gewoon vriendelijk en mooi gepresenteerd is en lekker is. Maar dus free pour wil voornamelijk zeggen, je schenkt het lukt of het lukt niet. Je hebt niet echt veel marge om daar dan ook achteraf te gaan bijwerken. De andere kant, die veel gemakkelijker is en even creatief is, is de etching. En bij etching, dan ga je bijvoorbeeld, als ik spreek dan over die teddybeer, dan ga je 5 vlekken gaan schenken. En je moet maar eens kijken, hoe ziet er nu een teddybeer uit? Grote kop, 2 kleine oortjes en dan een bek die de neus of de mond kan vormen. Dat giet je erbij. En dat is in feite de basis als je bijvoorbeeld naar een etching gaat gaan. En dan het mooie maken van die etching is een tool. Ik ga het er even bij nemen. Een etching tool. Ik heb nu bijvoorbeeld zo'n metalen pinnetje, natuurlijk, we zitten in de horeca, dus we werken dan toch hygiënisch, dus we gaan werken met metaal. Dat kan je altijd prima afkuisen. Dan ga je gewoon met een koffiekruis een tekeningetje daarin maken en hoe beter je kan tekenen, hoe beter die tekening mooi zal zijn. Dat is een etching tool. En die gebruiken we dan ook voor bijvoorbeeld etching te maken. En dan is er nog 3D latte art. En het woord zegt hetzelfde, 3D is in, maar bij cappuccino misschien iets minder in, omdat het gewoon vrij omslachtig is. Wat ga je doen voor 3D latte art? Ga je heel veel schuim gaan maken en met dat schuim, met een lepeltje, ga je bijvoorbeeld een hoofdje met 2 oortjes en kan je dan met gezichtje een poesje van maken of een beertje van maken en zoveel meer. Beeld u in die gummibeertjes, want die kan je perfect in 3D latte art kopiëren. Dus dat zijn zaken die vrij gemakkelijk zijn. In snelheid, om het dan te vertalen naar horeca, is het heel simpel. Ga dan de free pour
En dat is letterlijk snel. Je moet je melk en je koffie toch samengieten. Wel op dat moment, op het moment dat je het samengiet, plaats je er de tekening in en je hebt het plattegaard snel klaargemaakt. Je 3D, aan de andere kant, dan gaat je veel schuim maken. We wachten dat dat schuim wat opzuift en dan met de lepel die figuurtjes erin maken. Dus dat is veel omslachtiger. Is er veel volk? Denk dan aan Freeport. Is er weinig volk? Denk dan aan etching of 3D. En daar kan je wel heel veel enthousiasme bij het publiek genereren. Ik spreek uit ervaring. Mensen kunnen daar heel enthousiast alles gaan delen. En vandaag zijn dag met de social media al helemaal. Dus vandaar. Maar hoe ga je dat nu beheersen? Dus denk daaraan, Freeport, iets minder schuim. Vooral heel snel werken. Dat wil zeggen die tempo erin houden van koffie klaarmaken, melkschuim klaarmaken en go. Want dan heb je een mooie binding. En als ik spreek over een mooie binding, dan gaat het voornamelijk over de vloeistof en het schuim. En die twee moeten maximaal mogelijk samenhangen. Heb je dat goed klaargemaakt en er is vooral mooi opstomen en mooi klaar maken door te walsen, door geen grote belletjes te hebben enzovoort. En dan is Freeport klaar. Dus heeft dat schuim nodig? Dat heeft schuim nodig. Je kunt gaan discussiëren over hoeveel schuim, het is kwestie van smaak. Ik vind altijd, mensen houden van de textuur van schuim, dus maak mooi schuim. Maak hele fijne kleine microbellen en zorg ervoor dat het gewoon allemaal snel vooruit gaat en snel geserveerd wordt. En in het beste geval maak je een plaatje vrij voor de volgende klant. Of in het beste geval zijn ze helemaal tevreden, bestellen ze er gewoon terug eentje bij. Waar moet je dan voornamelijk op letten? Wel, de functie van schuim is een beetje in functie van Freeport etching en 3D. Maar voornamelijk dat die belletjes op zijn opperbeste zijn. De dag dat je zelf melkschuim aan het maken bent en dat je klanten gaan zeggen, mooi is dat room, dan weet je dat je goed bezig bent. Want op dat moment heb je zodanig romig opgestoomd dat die lucht bijna niet meer te zien is en dat het gewoon een smeuïge, homogene, crèmeachtige melkschuim is geworden. En dan weet je, daar ben ik goed bezig. En dat is ook je basis voor mooie latte art. Want latte art met slecht schuim, buiten het feit dat het sowieso niet lekker zal zijn, is ook niet echt haalbaar. Je kan dan wel iets doen, het zal wel een tekening zijn, maar als je een mooie latte art wil brengen, waar mensen echt voor terugkomen en social media nemen en delen en reclame maken voor u enzovoort, dan moet je echt wel mooi schuim hebben. Om mooi schuim te hebben, vooral oefenen. Je hebt een basis nodig. En je basis is goede stoom. En goede stoom, dat is trouwens iets wat je gemakkelijk zelf kan nakijken. Als je in je zaak je stoom openblaast, hou altijd afstand, want natuurlijk stoom is veel te heet om dichtbij te komen. Maar als je merkt dat die stoom heel waterachtig is, en dat die stoom heel veel spettert en spuwt, en dus als de klank daarvan zelfs niet mooi is, dan weet je al, oké, mijn stoom is niet optimaal. En als je dan in latte art gaat denken, en je stoom is niet optimaal, dan weet je al, het gaat moeilijk worden. En de reden daartoe is, latte art heeft mooi schuim nodig en mooi schuim heeft goede stoom nodig. Dus rekensommetje is snel gemaakt. Zorg dat je goede stoom hebt, dat je dan leert hoe je het moet gebruiken. En dan is latte art sowieso veel gemakkelijker. Dus een van de successen van latte art zit hem erin dat die voorbereiding, en dat is waar we vandaag helemaal mee bezig gaan zijn, dat je die voorbereiding echt wel onder de knie hebt en dus veel oefenen. Dus kijk nou, goede stoom geeft goede mogelijkheid om mooi op te stomen. Mooi opstomen geeft mooie latte art. Hoe weet je dat nu? Dus wees voorzichtig, ik ga even laten zien. Even openzetten, luisteren dat het water er wat uit is. En als je hoort dat het een mooie homogene klank is, die blijft permanent doorgaan en dat je voelt van ja, die stoom hier, die kan er wel even tegen, dan weet je ook wel, oké, als ik nu ga werken en ik ga stomen, dan kan die stoom mijn melkschuim aan. Dan hebben we nodig koud melkschuim. Veel is veel. Als je goede latte art wilt hebben, moet je een goede binding hebben. En bijvoorbeeld speldmelk, hoe lekker het ook kan zijn, dat splitst onmiddellijk. En als de vloeistof en het schuim onmiddellijk splitst, dan heb je misschien wel mooi melkschuim gemaakt, heb je misschien wel een lekker product gemaakt, op de juiste temperatuur, alles mooi rekening mee gehouden. Maar dat gaat splitsen. En splitsen wil zeggen, moeilijk om een latte art te maken. Dus een van de zaken is de barista alternatieven op niet-zuivel producten. Die werken heel goed, want daar is op gewerkt vanuit de fabriek uit om letterlijk ervoor te zorgen dat de binding goed blijft. Of natuurlijk volle melk. Volle melk gaat heel mooi gebonden blijven. Dus als je volle melk neemt, kijk zelf voor de smaak welke uw voorkeur draagt, dan gaat je, als je dan mooi melkschuim maakt, ook heel gemakkelijk over kunnen stappen naar latte art. Als je die zaken dan onder controle hebt, je hebt goede stoom en je hebt daarnaast een veel geoefend, dan gaat je heel gemakkelijk die switch kunnen maken naar latte art. Ik ga ze niet nog een trucje laten zien dat je echt wel moet oefenen,
om die latte art goed te krijgen. En dat is puur de voorbereiding. En als die voorbereiding goed gaat zijn, en je hebt daar echt wel op geoefend, dan gaat je merken dat bijvoorbeeld die eerste tekening, een hartje is meestal iets dat redelijk vanzelf komt, dat dat bijna letterlijk vanzelf komt. Dus voilà. Wat gaan we dan doen? We hebben gecheckt dat onze stoom goed is. Of dat een thuismachientje is, of dat dat de grote driegroepstoestel is, heel veel hangt daaraf van de afstellingen. Dus kijk nou, en als het een toestel is waarbij dat je de boiler zodanig kan opstellen dat er echt wel heel krachtige stoom uitkomt, en dan heel mooie stoom uitkomt en droge stoom uitkomt, dan zet je zo goed als 3/4 al onderweg. Dan heb je het grootste deel al gewonnen, alleen door je voorbereiding. De stoom zit goed. En dan kom je aan het andere stukje. Het andere stukje is oefenen, maar wat ben ik nu aan het oefenen om latte art te gaan maken? Dus ik ben aan het oefenen op feiten het mooie melkschuim maken. Start met een gemiddelde pitcher. En deze pitcher van volume, dat is 600 ml. Ik kan ook gaan, om tegen de camera te spreken, niet meer terug, naar eentje van 300 in plaats van 600. Dat kun je zelf kiezen. Maar waar gaan we voornamelijk op letten? Dat is op het moment dat je de stoompijp in de pitcher plaatst en een plaats kiest waar dat je die gaat zetten, dat je dan voornamelijk ziet, maar wat ben ik daar aan doen en waarom doe ik dat? We willen twee dingen krijgen. We willen dat het volume dat erin zit opgestoomd wordt en dat je mooi schuim hebt, want het is lekker en dat is mooi en daar ga je latte art kunnen maken. Maar we willen ook hele kleine, mooie, fijne belletjes krijgen. Dus die twee zaken, die moet je voornamelijk in toog houden. En heb je daar veel tijd voor? Nee, want op het moment dat je doet wat ik gezegd heb met de stoom, dus dat de stoom is, dan gaat het ook een hele krachtige warmtebron zijn die ervoor gaat zorgen dat die koude melk heel snel warm gaat zijn. En daar, op dat moment, moet je stoppen. Dus wat wil je rekening mee houden? Dat ik een goed resultaat heb tegen dat de melk op temperatuur is. Ik weet niet dat je enig idee hebt hoe warm de melk moet zijn. Meestal wordt er gezegd, hou vast en als het warm is, laat je los. Maar ja, in de winter zijn je wat koud en dan kun je er beter tegen of slechter tegen. En wow, niet echt helemaal overdreven correct. Dus hou er wel rekening mee dat het begeleiden met de hand wel degelijk een goede richtlijn is. Maar oefen toch wel een tijdje met een thermometer om zeker te zijn, wat wil ik nu serveren? Wil ik mooi melkschuim serveren dan 60 graden, lekker zoet, maar niet te warm? Wil ik dat lekker en mooi, maar heel warm gaan serveren? Misschien doe ik dat wel 72 graden. Maar ergens daartussen zitten we op een goede temperatuur. Ook voor latte art. Probeer dus niet te koud te gaan. Want dan heb je niet helemaal de binding gekregen. Er zijn tendensen om naar 55 graden te gaan. Eerlijk gezegd, er is niemand die gelukkig wordt van een mooie tekening. Maar als je hem dan drinkt, dan zegt van, maar mooie cappuccino, maar niet echt warm. Dus hou daar rekening mee. Het komt altijd terug op kwaliteit en presentatie. Latte art is maar één onderdeel van het geheel. Melk opstomen. Oké, we gaan opstomen op de juiste temperatuur. Dat is iets, en dat kan je vrij snel en vrij gemakkelijk oefenen. Je gaat een aantal keren doen, je checkt met de thermometer, voilà. Misschien 10 keer doen en dan heb je het wel begrepen. Maar mooi melkschuim, dat is een klein beetje moeilijker. Om een mooi melkschuim te krijgen, moet je dan ook voornamelijk het geduld hebben om te oefenen. En oftewel zijn je gesponsord door de melkproducent en dan verkwist je maar wat melk. Oftewel gaan we oefenen met water met een heel klein beetje melk. Ik ga je dat zometeen laten zien. En je kan niet helemaal mee de pot inzien, want ik kan moeilijk de camera in de pot houden terwijl ik aan het stomen ben. Maar ik ga het wel proberen toe te lichten. Dus we gaan ook luisteren naar de klank. En op een bepaald moment ben je aan het stomen en dan hoor je oftewel een heel scherp geluid en dan ben je helemaal fout bezig. Als een heel scherp geluid is, wil zeggen dat er geen lucht is. En als er geen lucht is, ga je geen mooi schuim hebben. Als je geen mooi schuim hebt, ga je geen latte art kunnen maken. Hoe gaan we dat dan horen dat er wel lucht aan bij komt? Dat is een klein gepruttel. Echt zo. Als je dat gaat hebben, en niet te brut, en niet te hevig, en niet te veel, dan krijg je schuim. Okay? Dan hebben we dat schuim in onze melk geduwd, maar dan heb je nog geen mooi schuim. Als je mooi schuim wilt hebben, dat is iets wat je in feite moet gewoon inbeelden. Een blender. Hou rekening met een blender. Een blender draait één kant uit en die gaat stevig die kant uitdraaien. Laat je langer blenden, dan gaat je mooier saus krijgen die gladder gebonden is. En dat is een klein beetje wat wij hier ook doen. Wij hebben geen messen daarin. We hebben geen mes dat we kunnen gebruiken. We hebben geen machines, behalve een draging. En die draging die komt van de stoom. En die stoom, als je die juist plaatst in je pot, dan gaat die je richting uitduwen en die gaat ervoor zorgen dat dat draait. En daarom mocht je zelf kiezen wat voor je het gemakkelijkst is, tegen de klok, met de klok. Maar hou er rekening mee, als je mooi schuim wilt krijgen, dat je moet ervoor zorgen dat het mooi ronddraait in je pot. Dus we hebben twee elementen. Eén, we gaan de pot een beetje laten zakken om schuim te hebben. En dan gaan we er vooral voor zorgen dat dat schuim mooi ronddraait.
Als je die twee bijeenlegt, dan ga je een mooi scherm krijgen. En mooi scherm wil voornamelijk zeggen, zodanig fijn dat de belletjes zodanig klein zijn dat je ze bijna niet meer ziet. Dan heb je een mooi scherm. Waarom hamer ik daar wat op? Omdat het evident de voorbereiding is voor je latteaart. Dus sta u niet blind bij een latteaart op. Die tekening, ik wil dat of ik wil zo. Nee, sta u voornamelijk blind op uw voorbereiding. Want die voorbereiding, als die goed gedaan is, dan is die latteaart veel gemakkelijker. Dus je kan het natuurlijk, als je niet kan oefenen omdat je niet de toestellen hebt enzovoort, komen volgen bij Horeca Forma. Bij de opleiding Barista 1 en Barista 2 gaan we daar de voorbereidingen ook doen. Gaan we ook op oefenen. Als je dan naar de latteaart komt, gaan we dat samen doen. En dan wordt alles geholpen, hoe dat ik uw handen vasthoud om een tekening te maken enzovoort. Kleinere groepen natuurlijk. Vandaag de dag zijn we niet in gigantisch grote groepen, dus heel veel persoonlijke aandacht. Als je nu deze oefeningen die ik ze bied ga laten zien, echt wel kunt doen en je kan die op voorhand wel gaan maken, kunnen we veel meer tijd tijdens de opleidingen steken, ook in het latteaart zelf schenken. Dan kunnen we daar de hartjes en de tulpjes en de zwaantjes en de 3D en de etching enzovoort, kunnen we dat allemaal overlopen. Maar nogmaals, geen erg als dat niet lukt, dan doen we de trainingen gewoon zodanig dat je nadien het allemaal zelf kunt voortdoen in de zaak en blijven oefenen, maar dat je tenminste doelgericht en met niet te veel verspilling aan het oefenen bent. Dus hoe ga je dat nu bekomen en hoe ga je dat bekomen met minimaal verlies? Om minimaal verlies te hebben, we hebben voornamelijk één koud water nodig en een klein beetje melk. Ik gebruik hiervoor nu volle melk gewoon. Ik ga je even erbij nemen. Die heb ik niet op voorhand uit de koeling gehaald natuurlijk, want het liefst werken we met koude producten en zeker en vast melk hoort in de frigo te zijn. En ik zou nu kunnen zeggen, voilà, ik heb een potje, ik heb, je ziet de condens. Dat wil zeggen dat die melk goed koud is. Als ik nu zou oefenen, zonder rekening te houden met verlies, dan zou ik hier één keer mee kunnen oefenen. En ik zou misschien net twee tasjes kunnen volschenken en dat was het dan. Dus de reden waarom dat we dat niet doen, is omdat dat ondoenbaar is. Als je zoveel melk gaat gebruiken alleen maar om te verkwissen, dan is dat echt wel zonde. Nu, op het moment dat we gaan oefenen, maar echt puur om het oefenen van dat schuim onder controle te krijgen, en je gaat geen verkwisting toepassen, dan kun je met deze volume melk die ik hier nu heb, gemakkelijk een uurtje of twee verder. Wat hebben we dan nog nodig? Terug de grotere pot. En met die grotere pot die gaan we vullen met koud water. Evident koud water. De stoom is dan wel hevig. En als je dat niet op koude temperatuur zou opstarten, zoals in principe in je cappuccino's en lattes, je ook start met koude melk, dan heb je geen tijd om het mooi te krijgen. Dan kun je het niet mooi opstomen. Als het niet mooi opgestoomd is, kun je geen latte art schenken. Ook niet. Dus ik ga even koud water bijnemen. Ik heb de pitcher gevuld, ongeveer voor dat formaat, met koud water. Om een idee te geven hoe dat we met minimaal verlies, een beetje water, een beetje melk, kunnen oefenen, ga ik je laten zien. Ik weet niet of je het gaat kunnen zien, maar het volume melk, dat was het. Vergelijk het ongeveer met een soeplepel. Als ik een soeplepel melk ga gebruiken, dan heb ik op het volume water, met dan een klein beetje melk, wat contrast gecreëerd. Om te zeggen, mocht dat nu puur water zijn, kan ik niks mee aanvangen, want water wil niet stretchen, wil geen schuim maken. Maar een klein beetje melk eraan toevoegen en dan kan je er wel hebben. Dus verhoudingsgewijs, 98% water, 2% melk. Of één soeplepel op zo'n pitcher. Ik kan het brengen omdat je het wil brengen, maar meer hoeft het niet te zijn. Dan de rest is, ik ga mijn stoompijp nemen. Ik ga even nadoen met de etching tool. En ik ga die erin plaatsen. Nu, de stoompijp zelf, persoonlijk hou ik de pot altijd recht. En de stoompijp zelf, die is altijd in een hoek. Het is niet zo belangrijk waar die hoek zit. Liefst natuurlijk niet te schuin of niet te recht, maar toch een beetje in een hoek. Maar het is wel belangrijk waar dat die wordt ondergedompeld. Dus als ik die zou onderdompelen, helemaal van onder, dan heb ik daar niks aan. Want op dat moment kan er geen lucht bij de melk komen en kan ik geen schuim krijgen. Dus ik ga die proberen net aan de oppervlakte te houden. En ik ga die proberen, als we het van voor zouden zien, meer aan één zijde of de andere zijde te plaatsen. Want terwijl ik bezig ben, als ik in deze zijde begonnen ben, ga ik niet naar die zijde gaan. Of andersom, als ik hier begonnen ben, ga ik niet naar daar gaan. Dus wat gaan we wel doen? Net onderdompelen, aan één kant houden en dan ervoor zorgen dat wat er in de pot gebeurt, vooral de mix is. Mix, 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 mix.
En hoe beter dat dat mixt, hoe beter dat dat schuim zal zijn, hoe beter mijn latte art zal zijn. Dus, terwijl ik stoom, ga ik niet praten natuurlijk, want dan ga ik aan het stomen zijn en ga ik niet zien wat ik aan het doen ben, maar ga me niet verstaan, ook niet. Hoewel, mooi opstomen, niet veel lawaai mag maken. Standaard, even het vocht eruit halen. Positioneren en dan zijn we vertrokken. Probeer mee te luisteren, gewoon dat je de klank op de achtergrond hoort, wat mooie melkschuim maken is. Net onderdompelen en de kracht volledig openzetten. In het begin had ik daar dus lawaai. Nu heb ik geen lawaai, ben ik aan het wachten. Warm, stop. Stoompijp, afhankelijk hoe groot de pot is, wat dieper, wat minder diep. Maar je ziet hier het schuim al, mocht je het kunnen zien. En evident, even mooi afspoelen. Dus, ik heb water gehad, ik heb een druppeltje melk gehad en ik heb schuim. Ik weet niet of je het kan zien. Joppa. Je kan dus perfect gaan oefenen met je melkschuim, gebaseerd op 98% water en 2% melk, of zelfs nog ineens zoveel melk. Maar waarom is dat nu zo gemakkelijk? Omdat ik gewoon veel geoefend heb. Dus als je wilt dat dat schuim zo mooi is, die de basis vormt van je latte art, ga dan oefenen. Nu, eens dat je dit hebt gedaan, en eens dat dat schuim zo mooi is, dan komt het geheim van latte art. Dus we zitten natuurlijk met dat mooie schuim en ja, je hebt geoefend en ja, je hebt dat mooie schuim. Maar wat dan? Wat dan om van dit mooi latte art te maken? Dus oké, ik herhaal, die goede espresso voor smaak, maar ook voor textuur. Omdat de textuur van een crème laag van een goede gezette espresso, die zal meegaan. Als je aan het schenken bent en je wilt een tekening creëren in een of andere vorm, dan zal die crème laag ook mooi meegaan. Nu, als dat schuim niet goed gemaakt is van de espresso of dit schuim, dan zal die tekening niet goed meegaan, dan ga je geen mooie latte art krijgen. Wat wil nu zeggen goed meegaan? Nu, bij schuim, en als je wel zou werken met melk, dan heb je wit op wit. En dan zie je niet echt wat er gebeurt. Is nu de vloeistof meer? Is het schuim meer? Wat gebeurt daar? En dat zie je niet helemaal. Wanneer ga je dat wel zien? Ik weet niet dat je het kan zien in de camera, maar als ik nu schenk, heb ik geen schuim. En als ik geen schuim heb, heb ik geen tekening. Dus als ik dit zou gedaan hebben, wat ik nu gedaan heb, kan ik zoveel proberen als ik wil, maar ik ga geen latte art krijgen. Dus een van de zaken die belangrijk is, is tempo maken. Tempo maken voor natuurlijk de self-service, evident. Maar ook tempo maken om ervoor te zorgen dat je schuim zodanig goed is, zodanig smeuïg is, dat op het moment dat je gaat schenken, je schuim ook samen met je melk, of vloeistof, als je dat niet zuivel gaat, mee vloeit. En dat kan je dus perfect oefenen. Ik ga het nog eens laten zien. Dat is alleen maar water. En alleen maar water hebben we geen behoefte aan. Nochtans, hier heb ik schuim, maar wat ik schenk is alleen maar water. Dus, om verder te oefenen. Eens dat je mooi schuim hebt gemaakt en eens dat je de snelheid er hebt ingehouden, een simpele beweging, maar dat walsen is super belangrijk. Als je dat niet onder controle hebt, en dan kan je perfect oefenen met je waterbasis, dan ga je ook geen schuim kunnen schenken en dus ook geen latte art kunnen schenken. En dat wordt heel vaak vergeten. Wordt super vaak vergeten dat dat goed onder controle moet zijn, want dat is die voorbereiding allemaal om tot die latte art te komen. Dus als die er al niet in is, dan kan je blijven oefenen en blijven schenken. En die tekeningen zullen niet komen, niet omdat die latte art niet wil lukken, maar omdat de voorbereiding niet goed gedaan is. Dus we gaan gewoon nog eens helemaal opnieuw. Maar deze keer ga ik er tempo in steken, zodanig dat wat ik voor de camera schenk aan water, dat we gaan zien dat dat water plus schuim is. En dat is de basis van uw latte art. Dus gewoon even helemaal terug opnieuw. Opstomen, met koud water, met een klein beetje melk. Terug koud water. Terug een klein beetje koude melk. En nu als ik ga opgestoomd hebben, ga ik ook onmiddellijk walsen en dan ga ik gaan schenken en dan ga je zien in de camera dat het schuim meekomt met het water. Als je die controle hebt, waarbij je zelf kan beslissen meer schuim, minder schuim,
Maar door te gewoon snel te werken en door mooi gestoomd te hebben, dan ga je ook merken dat het heel gemakkelijk wordt om die eerste tekening eens bijna morgen in te krijgen. Omdat die voorbereiding goed gedaan is. Dus je hebt gehoord, in het begin maak ik lawaai, dat is het schuim maken. En nu ben ik gewoon aan het mixen, dat is het mooi maken. Dus als ik nu direct verder ga gaan, dan ga ik eerst walsen. Ik hou het in het oog. En op het moment dat ik een mooie blinkende massa heb, dus dat die schuim en die vloeistof allemaal goed gebonden zijn, als ik dan ga schenken, dan komt dat schuim wel mee. Als ik nu terug ga wachten, en ik ga terug aarzelen en ik ga niet goed walsen, dan wordt dat terug water. Dus heel cruciaal is om die oefening goed te gaan doen, waarbij je dat walsen en dat schenken samen laat komen. Dus opstomen, tempo behouden, tempo maken. Walsen, dat hoeft niet lang te zijn. Natuurlijk melk op, dus volle melk, als je alleen maar met volle melk gaat werken, die blijft mooi gebonden. Maar zorgen dat je dus effectief goed walst. En op dat moment, als je gaat schenken, komt dat schuim mooi mee. En als het schuim mooi meekomt, dan wordt die tekening maken, dus je latte art, helemaal gemakkelijk. En letterlijk, dat wordt veel gemakkelijker gewoon. Want de meeste mensen zijn met die latte art zodanig gefocust op wat zie ik in mijn tasje, wat gebeurt er in mijn tasje. Maar dat ze niet kijken naar wat ben ik aan het doen om die tekening in mijn tasje te krijgen. Dus even heel kort van het begin af aan. Goeie boontjes, lekkere koffie maken, goede espresso zetten. Als je goede espresso hebt gezet, heb je een mooie crema laag. Als je een mooie crema laag hebt, dan gaat de rest allemaal gemakkelijker gaan. Maar voornamelijk, het gaat ook veel lekkerder zijn. Dan, oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Begrijpen dat je gaat oefenen voor oftewel free pour, mooier schuim, misschien iets minder schuim. Vooral zorgen dat je tempo erin houdt, want je hebt dat vloeiend schuim nodig. Edging. Basis leggen, mag je zelfs al gaan werken met wat dikker schuim, iets meer schuim, beersje leggen, visje leggen, gelijk aan welke tekening. Met een etching tool, tekeningsje erin maken, hoe beter je kan tekenen, hoe mooier het resultaat zal zijn, maar het blijft redelijk cartoonesk, dus vrij simpel, zodanig dat het heel herkenbaar is. En 3D laten je hard, zeker als meer schuim maken, en dan met die meer schuim met een lepel gewoon erop leggen. Snelste, free pour, etching valt ook wel heel goed mee, en dan laat je hard, 3D laat je hard. Dat duurt wel wat langer, maar het fundgehalte is daar wel groot. Dus, wat gebruiken we daar dan voor? Ja, om te oefenen, zoals ik nu gedemonstreerd heb. Water, koud water, wordt iets gemakkelijker nu dat het winter wordt om koud water te hebben. En heel weinig melk. Op zijn eigen is dat gewoon de basis, maar wat is er echt nodig? Goede stoom. Goede stoom is echt wel nodig, want geen goede stoom. Ja, hetzelfde als een sabayon wil kloppen en je krijgt een vork in de handen. Ja, dan gaat je geen sabayon meer maken. Hetzelfde met de stoom. Als we geen goede stoom hebben, gaan we geen goede schuim maken. Als we geen goede schuim maken, dan is het niet lekker, niet mooi. Maar vooral, die latjaard gaat heel moeilijk worden. Dan kiezen. Wil je werken met zuivel of niet zuivel producten? De meeste zijn daar voor vandaag de dag echt wel voor geschikt. Omdat die erop bewerkt zijn om bijvoorbeeld een havermelk heel mooi latjaard te kunnen met schenken. Kan prima als je kijkt dat er eentje is die goed gebonden blijft. Want daar komt het wel op neer. Dus je hebt nu gezien met het oefenen met water. Als we het niet helemaal goed doen, dan gaat de vloeistof alleen komen en dat schuim wil niet meekomen. Als we dat krijgen, ja, dan krijg je in je tas geen latte art, want je bent water aan, of vloeistof aan het schenken. En dat gebeurt effectief ook met melk of met niet-zuivel producten, gebeurt dat even goed natuurlijk. Dan, als we dat hebben, is de bedoeling van dat tempo erin te houden. Die vers gezette koffie, die vers gestoomde melk en go. Dus hoe meer dat je daar dat tempo kan houden, hoe meer en hoe gemakkelijker het zal zijn ook om die latte art in de tas te krijgen. En dan is het ook weer terug oefenen. Wil ik een hartje, wil ik twee hartjes, wil ik een hartje, een hartje, wil ik een hartje met een tulpje, wil ik een zwaantje met een hartje. Wat wil ik? Maakt niet zozeer uit. Als je maar op dat moment je laat inspireren door de duizenden figuurtjes en duizenden tekeningen die je kan terugvinden op het internet. En als je daar voornamelijk mee gaat oefenen, maar dan weet je tenminste hoe dat je moet oefenen zonder dat vernis. Want vandaag zien we toch heel vaak dat dat oefenen niet echt gedaan wordt, omdat die basis, het melkproduct, ja, te kostelijk is en ook te veel zonde is om dat te gaan gebruiken en weg te gaan gieten. Dus oftewel ben je in de zaak bezig en push het heel hard van doe bij ons latte art, want dat kan ik oefenen en dan krijg je het verkocht. Oftewel ga je oefenen bij water zoals ik net heb voorgedaan
En dan heb je het voordeel dat je voornamelijk heel erg sterk kan zien waar ben ik mee bezig. Is dat schuim wel goed? En als ik wals, wals ik wel goed? En als ik dan schenk, heb ik dan wel het juiste tempo om te schenken? En ga je zien, als je die oefening zou doen, voor bijvoorbeeld de barista 2 of voor de latte art opleiding, en je hebt die echt wel in de vingers, dat we 100% kunnen focussen op het leggen van een tekeningetje. Kijken naar die tas, zien wanneer je wat doet, want dan ga je tenminste al voelen. Je gaat in de pols hebben. Het is iets letterlijk dat in de pols zal zitten, waardoor dat het echt veel gemakkelijker wordt om een latte art te kunnen gaan schenken. Dan kan je focussen op de tekening. En nogmaals, zoals ik straks zei, als het niet is dat je kan oefenen, is het ook niet erg. We hebben barista 1, 2 en 3. 3 dan de latte art trainingen. En dan oefenen we daar samen op. Maar als je wel kan oefenen, dan ga je daar het voordeel hebben dat we gewoon veel sneller kunnen focussen op het leggen van die tekeningetjes. Maar voornamelijk dat je dat ook op je eigen kan doen, omdat je voelt waar dat er gaande is met die vloeistof. En dat is iets dat heel vaak vergeten wordt. Dat die vloeistof gewoon, de vloeistof en het schuim is, dat moet samenkomen. Komt dat niet samen, heb je geen tekening. Want latte art is uiteindelijk ja, een tekeningetje maken met schuim in de vloeistof. Dus je hebt dat schuim echt wel nodig. Ook voor de smaak natuurlijk. Dus ik weet niet in hoeverre dat er mensen zijn die nog vragen hebben. Ik zie hier wel een paar dingetjes op mijn scherm hier en daar verschijnen. Dus voor hetzelfde Jan kan je er perfect een vraagje in tikken en dan kan ik u daarmee helpen. En zo niet, dan op het moment dat de video gepubliceerd wordt, kan je perfect daar ook nog verder gaan met het stellen van vragen. En het grote voordeel is natuurlijk, als je live naar de lessen komt, één, dan hebben we er een volle dag voor stukjes van wat ik nu gedaan heb. Dus we kunnen daar veel dieper en veel verder op ingaan. Dus nogmaals, voor de vele opleidingen binnen Horeca Forma die ja, allemaal op zijn eigen de moeite waard zijn om te volgen, hebben we binnenkort de 1 oktober, dus de nieuwe opleiding. Hoe maak ik gebruik van mijn mondmasker? Hoe kan ik daarmee beter en comfortabeler werken? 1 oktober, 14 uur. Dat is de volgende chef. Hè. Dus schrijf u in voor die virtual chefs. Volg het gewoon, klik, volg. En dankjewel, Heidi. Voilà, zie. Top. Merci. En voor de rest, kom dan de opleidingen. Dus de barista 1, heel veel het begrijpen van het product. Barista 2, heel erg bezig zijn met het machinegedeelte. En ik krijg een vraag binnen voor de halfvolle melk. Maar kijk, ik heb net met water schuim gemaakt. Dus halfvolle melk. Als je met water, met een druppeltje melk, bij manier van spreken, kan schuim maken, dan kan je perfect met halfvolle melk werken. Halfvolle melk, dus ja, om te antwoorden op de vraag rechtstreeks, halfvolle melk werkt. Het is een kwestie van smaak. Ik werk graag met hele intense koffie. Ik werk graag met heel intense melk, dus volle melk. Omdat ik gewoon graag heb dat mijn latte art, als ik die dan breng, ook achter blijft. Want oeh, die textuur, oeh, die smaak. Ja, dat mensen zoiets hebben van, oké, daar heb ik wel iets aan. Dat kan ik thuis niet namaken. Maar halfvolle melk, ietsjes lichter in de mond, iets minder textuur. Dus kan zeker perfect. Misschien dat er nog zo'n vragen zijn. Het is het moment en ik zie ze verschijnen hier en daar. Dus als ik een... Als ik een vraag zie verschijnen, dan antwoord ik daar nog met plezier op. We kunnen er in de komende 2-3 minuutjes kunnen leerkrachten van Horeca. Er zijn opleidingen mogelijk, maar voor die vraag te richten, richt die rechtstreeks aan Horeca Forma. Dan kunnen we binnenin het overkoepelende gedeelte zeker en vast gaan kijken of dat daar de juiste en de gepaste opleiding is. Het gebeurt ook wel dat wij ter plaatse komen. Dus als je iets of wat, een machine hebt die gebruikt kan worden, dan kunnen we ook wel een en ander organiseren. Dus volg dat op, of anders gaat er iemand van Horeca Forma deze vraag ook wel van Nicole opvolgen. Dus ja, ik hoop voornamelijk ook wel dat ik mensen geïnspireerd heb om te geloven dat latte art best wel te doen is en niet zo moeilijk is. Het lijkt moeilijk en ja, het is wel degelijk moeilijk, maar het is moeilijk op het moment dat je zegt van ik heb mijn producten niet onder controle, ik heb mijn melkschuim dat ik niet mooi kan maken. Ja, dan wordt latte art natuurlijk moeilijk. Maar dan wordt latte art moeilijk omdat je gewoon de textuur niet hebt, omdat je niet mee kan. Heel duidelijk, ik probeer goed voorbereid naar de opleiding te komen. Wel, heel goed Joris, en dat zie ik u graag komen ook. Dat oefenen, nogmaals, het is een bonus, waardoor je geen productverlies niet meer gaat hebben om te oefenen. Dat is geen must, je kan perfect in de opleidingen komen volgen ook. Voilà, bij deze, met heel veel plezier gedaan. Bekijk de video zeker ook na de sessie ook nog terug online. Als je nog eens wil luisteren,
waar was hij nu bezig? Hoe klinkt dat nu? He, lucht inblazen, die klank verdwijnt, dat wordt licht mixen. Dan verder gaan, maken dat je er tempo in houdt. Zorg dat je gewoon met mooi schuim bezig bent. En dan wordt het allemaal veel simpeler. Dus dank jullie voor het kijken. Spread the word. Horecaforma biedt veel opleidingen. En we zien jullie ook heel graag verschijnen bij de opleidingen. En bij deze, dank jullie. Veel succes ermee. En tot misschien in een van de opleidingen of onderweg ergens. Dank u wel voor de complimenten.